Even kijken, de mannen van de Gros, of de lokale omroep Schijndel, die hun uiterste best doen om ook hier weer van deze schitterende Manege Gros, die voor de 29e keer plaatsvindt, om daar weer leuke beelden van te maken, zodat u daar thuis in de huiskamer ook van kunt genieten. Godzij dank en gaan de rijdertjes opnieuw van start toch wel. Ja, ze vallen hier nog tamelijk zacht in de manege van Schijndel. Toch wel ook een voordeel, denk ik. Hè? Want hier in Schijndel, in deze manege, moet de grond niet aangebracht worden. Men schept dus gewoon het zand uit de manege. En daarvan maakt men dus een circuit. En dat zal straks ook wel goed zijn voor de paardjes, denk ik. Hè? Want doordat ze zoveel oplopen, is de grond hard. En nu zal ze even omgewoeld worden en is de bovengrond opnieuw wat zacht. En dat vermijdt natuurlijk ook kwetsuren bij de paardjes. De winnaar. Proficiat. Hoe was de race gegaan? Ja, ik had een slecht nummertje getrokken. Moest helemaal buitenkant starten. Dan had ik het nog als derde weg. En ja, dan ging het wel makkelijk. Kon ik de eerste voorbij steken. En ja, dan was het gewoon recupereren en safe rijden. Ja? Nou, gaan we weer ervan. Leuk. En ben je heel de middag aan de motocross aan het kijken? Ja. Kom op, ik zit ook aan de motocross. Wat kan rijden? Welke motor heb jij? KTM. Ja, mijn vader is altijd aan het werk als mijn motor kapot is. Ik ben Kyle, ik ben 8 jaar en ik rij op een motor omdat ik dat leuk. Ik rij al 2 jaar en... Ik rijd nu tweede plaats, maar volgend jaar rijd ik veel harder. Wat heb je allemaal gewonnen? 2 jaar terug had ik hier ook gewonnen. Gaan jullie dadelijk winnen? Ja. Ik ben met mijn 50cc win ik bijna alles, maar net niet. Heb je al iets meer gewonnen? Ja. Wanneer? Vorig jaar. Maar je hebt wel een beker thuis? Ja. Oh, gelukkig maar.
goedendag. Ik ben Kees Matthijssen, de vader van Keil Matthijssen. En het is het weekend in Schijndel Supercross. En op de Supercross rijden we met crossmotoren. Keil rijdt dan nu op een 2,5. En bij de Supercross heb je heel veel bulten en whoops, zeg maar, een wasboord noemen ze dat. En dan heb je toch wat gespecificeerde onderdelen nodig. Net zoals de vering. Die is helemaal aangepast voor de Supercross. Hey, stuggere vering. Dat is met de achterpomp is dat precies hetzelfde. Dit is uiteraard het blok van de motor. Dat is een 4- en een 2-takt machine. En sommige jongens rijden ook met een 4-takt machine. Ja, en natuurlijk hebben wij ook een speciale band erop gedaan. Met wat meer noppen dan normaal op de buitenbaan. En een wat groter tandwiel achter. Hey, dat je wat makkelijker uit de bochten kan springen. Ja, hoe hard ze gaan? Op de baan wordt de gemiddelde snelheid, buitenbaan wordt gemiddelde snelheid van 50 kilometer gereden. En zou ik niet durven te zeggen. Ik ben net gevallen, dus alles is een beetje komen gaan sturen. Moet ik hem even een keer laten schrikken op de schokbrekers. Hey, mijn naam is Geert de Groot. Ik ben 53 jaar en ik rij voor de, je kan het al niet meer tellen, zoveelste keer mee in de Indoor van Schijndel. De Indoor Schijndel is niet alleen een motocrosswedstrijd, dat is gewoon een happening. Daar moet je gewoon bij zijn, de sfeer, dus alles eromheen. Thank you.